Hallo, welkom bij deze les. Die gaat over het cubisme en dan met name over de kunstenaar Guangxi. Ik heb voor jullie een kleine inleiding en daarna gaan we aan de slag met een cubistisch kunstwerk. En dat gaan we doen in verschillende stappen. Het cubisme was een stroming binnen de moderne kunst. En het duurde van ongeveer 1906 tot 1920. Dus dan moet je je voorstellen zo net voor de Eerste Wereldoorlog, tijdens de Eerste Wereldoorlog. En je moet je voorstellen, binnen de kunst is het altijd zo dat het een is een reactie op het andere. En zo komt daar dus heel veel variatie in de kunst. Het cubisme, dat is afgeleid van het woord kubus. Het woord zit er al in. En kubus, nou, dat zegt natuurlijk weer iets over hoeken en vormen en lijnen. En het was een reactie op het intuïtieve fauvisme. En het fauvisme, dat was een stroming, daarin gebruikten ze hele felle kleuren, vlakke vormen en heel veel fantasie natuurlijk ook sowieso, maar het was heel krachtig, sterk werk. En de cubisten, die hielden daarentegen meer van orde en constructie en ze maakten gebruik van vierkanten, driehoeken, kubussen. En het idee is een beetje ontstaan bij Paul Cézanne. Een schilder ook, en hij zei eigenlijk van alle vormen in de natuur zijn in feite opgebouwd uit een aantal oervormen, zoals een bol, een kegel, een cilinder en een kubus. Dus als je naar een boom kijkt, dan zou je eigenlijk een grote kubus kunnen zien met een cirkel daarop. Nou, dan zou je een boom heel erg kunnen versimpelen naar een kubistische vorm. Volgens de dichter Max Jacob zou het kubisme uitgevonden zijn op een avondje bij Matisse thuis. En Matisse was ook een schilder. Matisse reisde veel en nam kunstwerken uit Afrika mee. Deze beeldjes liet hij aan Picasso zien en dit inspireerde Picasso en zijn vriend Guangxi om daar ook mee aan de slag te gaan. Die beeldjes uit Afrika die waren van zichzelf al heel hoekig en versimpeld, dus zaten weinig details in. Dat vonden ze heel interessant, dat gingen ze bestuderen en daarmee gingen ze dus kijken hoe ze dat konden toepassen in schilderkunst. Het belangrijkste en vernieuwendste aspect van het cubisme is dat het in eerste instantie om een nieuwe manier van kijken gaat. De oude vragen van hoe schilder ik wat ik zie, ja, dus dat ze letterlijk een boom precies na gingen schilderen, of hoe schilder ik 3D, dat gingen ze anders doen. Ze gingen kijken hoe je het perspectief kon veranderen en ze stelden zichzelf vragen als kan ik ook schilderen wat ik zie door één oog? Hoe ziet de wereld er dan uit als je de wereld met één oog bekijkt? Zie je dan een ander perspectief? Zie je dan een andere hoek? Wat gebeurt er dan? En kan ik mijn waarneming wel vertrouwen? Dus is wat ik zie, is dat ook echt? Ja, dat is misschien, dat klinkt een beetje vreemd, maar je bent bijvoorbeeld heel erg geneigd om bijvoorbeeld als je een tekening moet maken van het gras en de lucht, om het gras groen te schilderen en de lucht blauw. Maar heel vaak is dat helemaal niet waar, want de lucht is gewoon heel vaak grijs of oranje als de zon net opkomt. Dus, nou, daar gingen ze mee aan de gang. Wie was Guangxi? Guangxi was een Spaanse kunstenaar die het grootste deel van zijn leven in Frankrijk woonde. Hij studeerde technisch tekenen en schilderkunst. Toen hij naar Parijs verhuisde, raakte hij bevriend met Matisse en Picasso. Guangxi heeft altijd in de cubistische stijl gewerkt en vond het interessant om met verschillende vormen te schuiven en te puzzelen. De kenmerken van het cubisme. Waar kan je een cubistisch schilderij aan herkennen? Er zitten elementen in van een stilleven, van een stoel, van een muziekinstrument. Wat je ook ziet is een verwarrend perspectief. Dus je ziet de stoel van boven, de muziekinstrumenten van de voorkant, de tafel van opzij. En het werk is ook heel analytisch. Dus er is wel echt goed gekeken naar waar moet wat komen, kloppen die verhoudingen een beetje, is de compositie in orde. Ziet dat er allemaal als je er met je oog naar kijkt, is het dan één grote chaos of is het in die chaos ook rustig om te zien? Nog een kenmerk, hoekige vormen, veel lijnen en kleuren. En de lichtval komt van verschillende kanten. En wat gaan we zo meteen doen? We gaan een cubistisch kunstwerk maken in de stijl van Guangxi. De opdracht bestaat uit verschillende stappen. We gaan dus met verschillende materialen werken. Het is collage techniek, schilderen en tekenen. Dit gaan we maken. En wat heb je daarvoor nodig? Een mooi groot schilderpapier. Bladmuziek. Een schaar, een liniaal. Pot met water, een potlood, pastelkrijt, een bakje met verf met aardetinten, potje met lijm en een aantal vellen gekleurd papier. Stap 1. Je gaat je papier verdelen in ongeveer 8 vakken. Dus, en dat mag gewoon kriskras over het papier. Zo, dus niet te veel nadenken.
gewoon... Hopsa. Nou, de liniaal en de potlood die kunnen weg. En dan gaan we beginnen om die vakken te schilderen. En het mooiste is om dat te doen met aardetinten. Want die gebruikt de Gouanchie ook heel veel. Dus alle vakken ga je voorzien van een kleur. En dat mogen best 2 of 3 dezelfde gekleurde vakken zijn. Bladmuziek erbij en je mag dit ook gewoon in stukken gaan scheuren. Gewoon ook weer, doe gewoon maar wat grote stukken, kleine stukken en misschien heb je wel verschillende kleuren bladmuziek. Dan pak je die er ook bij en dan ga je die stukken over je papier verdelen. Dus je moet even kijken wat een beetje een mooie compositie is, zo noemen we dat dan. Dus als je denkt van nou hier is nu nog een beetje kaal, dan leg je nu daar een stuk. Nou, hier mag natuurlijk ook nog wel iets. Stap 4. Je legt deze nou even aan de kant. En dan ga je een gekleurd velletje kiezen. Ik neem groen, want er zit al heel veel zwart en rood in. En dan ga je hierop met pastelkrijt een gitaar tekenen. En het kan maar zijn dat je zegt, een gitaar tekenen? Dat kan ik helemaal niet. Maar... dat hoeft ook helemaal niet per se. Begin maar gewoon. In plaats van een gitaar mag het bijvoorbeeld ook een viool zijn of een stuk van een cello. En die zijn al snel herkenbaar door de krul. Dat is het leuke met veegkrijt. Je kan het met je vinger dus een beetje zo uitsmeren. En dan kan je dus ook mengen met andere kleuren. Kijk. En dan opplakken. Ik hoop dat jullie het een leuke les vonden. En dan zou ik zeggen bedankt voor het kijken en tot ziens. Doei!